Zaterdag 23 januari, we zijn in het Leidse Morskwartier voor de derby, de stadsderby tussen VV Leiden en Rodenburg. Een belangrijke wedstrijd in de vierde klasse A. Daar met de beide aanvoerders Sietse Fokkema van de thuisploeg en Jeroen van Hooijdonk van Rodenburg. Ja, de belangen zijn groot. Rodenburg op dit moment op 25 punten op de ranglijst op een derde plaats. Terwijl Leiden vooraf gaat aan deze wedstrijd 23 punten heeft en zij moet dus de aansluiting blijven behouden bij Rodenburg en ploegen als Blauw-Zwart en Haagse Hout. Maar gaat dat ook lukken is de vraag. Rodenburg toch wat gemankeerd aan de wedstrijd. Begonnen met diverse afwezigen, waaronder de belangrijke sluitpost Mike Armitage die er vandaag niet bij kon zijn. Zijn vervanger is Matty Harkie in het doel bij Rodenburg. Rodenburg hier met een rustige opbouw achterin. Met daar die genoemde Harkie die bal teruggeeft aan Daniel Fleuren. Daniel Fleuren gaat dan proberen uit te verdedigen, maar doet dat wel heel erg laconiek. En dan kan daar even kijken, Ivo Nolet binnenprikken, maar die schuift die bal over en naast het doel van Rodenburg. En daarmee gaat de eerste goede kans verloren voor VV Leiden. Dan Rodenburg daar weg via, dat is Barda, Zakaria Barda. En dan is het aan de overkant wel raak. Het is 0-1 voor Rodenburg. Prima actie van die snelle buitenspeler. Dat is Zakaria Barda. Wordt daar gefeliciteerd door zijn ploeggenoot, waaronder Abdel El Baroudi, de spelbepaler bij Rodenburg. Sven Vinkeles komt daar te laat namens Leiden, de doelman. En dan is het 0-1 voor Rodenburg. En dat is natuurlijk een opsteker voor de ploeg van Henk Buin. Want dat zou betekenen op de ranglijst een gat slaan. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Daar met Leiden meteen probeert terug te doen. Gaat dat dan daar lukken? Daar probeert Brahim Lacan aan de bal te komen. Wordt daar gestoord door een van de mensen van Rodenburg. Dan krijgen we een vrije trap. Een overtreding was dat van Glor Galangu. Komt dan die vrije trap van Erik Bakker. Prima genomen. Net boven de doelman. En stuit dus op de lat. En dat betekent dat die gelijkmaker uitblijft. Dat had een doelpunt verdiend daarvan. Erik Bakker. Pech dus voor de thuisploeg. En zo blijft het dus 0-1. Rodenburg dan opnieuw via die linkerkant. Een beetje lastig uitverdedigen daarvan. Sietse Fokkema krijgen we een schot uit de tweede lijn. Wordt daar gekeerd door Vinkeles. En dan kan die in tweede instantie daar redding brengen. Voordat Barda nog gevaarlijk kon worden. Maar ja, het gaat dus over en weer. Zo ziet ook de trainer van VV Leiden, Maurice Jansen. Dan de uittrap daar richting weer de aanval van VV Leiden. Dus even kijken daar op de rechterkant met een rustige opbouw. Nou, dat is al een paar keer fout gegaan. Nu gaat dat ook weer fout en dan kan Rodenburg daar oppikken. Komt die bal dan voorin, maar daar zit Leiden dan ook weer goed bij. En op het middenveld wordt dan een duel gewonnen daardoor Van Egmond. Komt daar Lacan, geeft die bal daar op Ricky Boot, de spits. En die stuit dan op Matty Harkie. En dat was toch ook weer een 100% kans voor VV Leiden om die gelijkmaker op het bord te zetten. Maar dat komt er dus niet van. En dan gaat Rodenburg proberen om misschien zelfs de tweede te fabriceren. Daar via die El Baroudi. En die, ja, dat is een lichte overtreding van Brahim Lacal. Stelt al niet zoveel voor, het handje ook. Maar die vrije trap levert dan niets op. Rodenburg dan via Kalangu. Maar wordt daarover op het middenveld overgenomen door Van Egmond. Worden de voorwaartsen weer in stelling gebracht. Komt het niet zo ver omdat Rodenburg daar goed verdedigt. El Baroudi dan. Daar zit weer een voetje tussen van Van Duiven. Dan komt die bal dan aan de buitenkant. En dan krijgen we daar dan misschien de gelijkmaker. Zo op slag voor rust. Nee, die bal gaat maar net voorbij het doel. En zo gaat Rodenburg rusten met een 0-1 voorsprong. Daar in het Morskwartier. Ziet ook scheidsrechter Hoge Brugge. Die, ja, zo lijkt het op Sven Vinkeles inpraat. Van hoe het allemaal moet gaan gebeuren in die tweede helft. 0-1 dus. Wat kan Leiden dan in die tweede helft om Rodenburg eventueel toch in verlegenheid te brengen? De eerste wedstrijd werd gewonnen door Rodenburg in Leiden-Noord. En ja, dat is wel vaker het verwijt dat VV Leiden het alleszins aardig doet in de vierde klasse, maar in de topwedstrijden vaak niet thuis geeft. Dus mag het vandaag eigenlijk niet verliezen, want ja, dan kom je nooit van die naam af natuurlijk. Leiden probeert het in ieder geval wel hier in die tweede helft. Daar met Bakker. Bakker komt zijn tegenstander uit. Bakker dan. Komt die bal daarbij van Duivenbode en die gaat dan in het zijnet. Wederom een kans voor VV Leiden om de gelijkmaker te fabriceren. Komt daar niet van. Dan wel een hoekschop
van VV Leiden dat meer en meer druk gaat zetten op het doel van de ploeg van Henk Buin. Dan de corner via Erik Bakker. Erik Bakker, dat wordt dan een vangbal denk ik voor Mattie Harkie, maar die heeft die bal niet. En dan is het 1-1, daar zat dus Jeroen van Hooy van Egmond bij. Maar het laatste tikje wordt gegeven door Melvin Dieke. Nota bene de centrale verdediger van VV Leiden die net terug is van een reis naar Australië. Belangrijke pion daar achterin bij VV Leiden. En hij heeft dan dat laatste zekje gegeven. Daar ook nog even het hoofd van Egmond. Nou ja, we geven hem aan Dieke. Die bal die gaat daar in ieder geval in het doel van Rodenburg. Zoveel is zeker. 1 tegen 1 dus. Dan daar nog een duel. Daar kan Harkje niet bij die bal. Wordt dan geholpen door een van zijn verdedigers. Inborg voor Leiden dan. Even kijken, kan worden uitverdedigd. Gaat allemaal niet heel erg makkelijk en kan Leiden. Oh, heerlijk paasje van Ivo Nolet. Gaat die bal? Bijna wilde ik zeggen voor de 2-1. Maar daar komt de aanvaller Brahim Lak al net een teen tekort om die bal nog van richting te doen veranderen voor de 2-1. Rodenburg dan laat zich ook niet onbetuigd in de tweede helft, maar hij heeft het moeilijk. Dan een lichte blessure daar bij Barda. Gaat Leiden keurig die bal teruggeven. En dan is er sprake van eventjes een status quo, zullen we maar zeggen. Mattie Harkie dan gaat ongetwijfeld die bal uitschieten. Of gaat hij dat via Daniel Fleuren spelen? Dat doet hij. En die gaat daar opzichtig in de fout, zeg. Ja. Wat een presentje daar voor Brahim Lako. Die bal wordt gewoon eigenlijk in zijn voeten geschoven. Van hier joh, als jij dan zo nodig die 2-1 wil maken, daar komt hij dan. Ja, daar doet Rodenburg zich volledig zichzelf de das mee om natuurlijk. Wat een enorme blunder daar achterin. Uiteraard onbewust. Maar ja, dit soort kansen moet je Lako natuurlijk niet geven. Harkie nog probeert die inzet nog tegen te houden, maar dat lukt niet. En zo leidt VV Leiden dan opeens met 2 tegen 1. Zijn de bordjes verhangen. Ziet dus ook Henk Buin met aanwijzingen voor zijn ploeg. Want nu moeten de Rodenburgers opeens vaart gaan maken om hier toch nog een resultaat weg te halen. Komt die bal dan daar bijna bij een van de aanvallers? Komt het niet zo ver? Kan dan Rodenburg via een inworp eventueel gevaar gaan stichten in de 16 van het strafschopgebied van VV Leiden? Wordt daar een hoop gesprongen. Bij wie komt die bal dan uiteindelijk terecht? Nou, het maakt niet meer uit. Er is een overtreding geconstateerd. En de tijd tikt weg natuurlijk in het voordeel van VV Leiden. Rodenburg probeert het natuurlijk nog wel. Wil hier die nederlaag voorkomen. Want anders gaat Leiden op de ranglijst Rodenburg voorbij zelfs met een punt. Gaat het zover komen? In ieder geval nog een vrije trap daar voor El Baroudi. Die wordt dan uiteindelijk genomen door aanvoerder Van Hooydonk. Maar dat is een makkelijke prooi voor Vinkeles. En dan is het klaar. VV Leiden wint toch wel enigszins geholpen door Rodenburg zelf met 2 tegen 1. In een belangrijke wedstrijd. En dat betekent dat de spanning volledig terug is in de vierde klasse A. Blauw-zwart 27 punten. LSV 27. Haagse Hout 26. Leiden 26. En Rodenburg 25. VV Leiden, Rodenburg. Het eindigt in 2 tegen 1.